Aristoteles in de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Er wordt vaak gezegd dat de wortels van de westerse beschaving in het oude Griekenland liggen. Onze democratie en wetenschap die zouden door de Grieken voor het eerst zijn ontdekt. Hier zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Het valt niet te ontkennen dat door de hele Europese geschiedenis van de middeleeuwen tot de renaissance en de romantiek, de geleerden zich hebben georiënteerd op het klassieke gedachtegoed. Zonder kennis van de klassieke erfenis kun je deze latere ontwikkelingen niet volledig begrijpen. Maar er zit ook een kern van onwaarheid in het idee dat de moderne democratie en wetenschap al door de Grieken zou zijn bedacht. Ja, dat geleerden zich door de eeuwen heen georiënteerd hebben op de Griekse gedachtegoed wil namelijk niet zeggen dat zij hun ideeën passief hebben overgenomen. En zoals we zullen zien, gaven de middeleeuwse geleerden een geheel eigen invulling aan het werk van de beroemde filosoof Aristoteles, hier in beeld. Noodzakelijkerwijze laten zij diens boeken door de middeleeuwse bril vanuit hun eigen referentiekader zien. In dit college zullen we dus twee keer kijken naar Aristoteles. Aristoteles van de klassieke oudheid en de Aristoteles zoals hij in de middeleeuwen werd geïnterpreteerd. Maar dit college dient dus als illustratie van een historische paradox. Enerzijds valt het middeleeuwse wereldbeeld zonder Aristoteles niet te begrijpen, en anderzijds komt het middeleeuwse wereldbeeld niet eenvoudigweg voort uit Aristoteles. En de algemene les is dus dat zelfs als het zo is dat de westerse beschaving wortels heeft in de klassieke oudheid, dat die 2000 jaar van debatteren die op de oudheid volgden, minstens net zo belangrijk is geweest. Nou, hier zo zie je een fresco van een beroemde renaissance schilder Raphaël, waarop de beroemde Griekse filosofen staan afgebeeld. Het is een mooi voorbeeld van wat ik zojuist eigenlijk al zei, dat de Griekse erfenis de wereld door de eeuwen heen is blijven inspireren. De afbeelding zegt iets over hoezeer men in de renaissance de klassieke oudheid idealiseerde. Zo gemoedelijk zullen de filosofen niet bij elkaar hebben gestaan waarschijnlijk. Maar de afbeelding bevat wel een kern van waarheid, omdat er in het oude Griekenland geen dominante priesterklasse was. Ontstond een zeer vrij intellectueel klimaat, waarin ruimte was voor verschillende, veelal niet-religieuze visies op de wereld. Er ontstonden tal van zogenaamde filosofenscholen, waarvan de grondleggers op deze afbeelding zijn afgebeeld. Zij hadden allemaal verschillende opvattingen over hoe de natuur in elkaar zat. Bijvoorbeeld of de wereld uit vuur, uit water of uit wiskundige elementen bestond. Maar zij geloofden allemaal dat de natuur een autonoom systeem was. Voor elk natuurlijk verschijnsel moest een natuurlijke verklaring te vinden zijn. Dat wil zeggen, de gebeurtenissen die zij om zich heen waarnamen, bijvoorbeeld onweer, die waren dus niet het resultaat van vertoornde goden, maar iets van botsende wolken of zo. Nou, Raphaël, school van Athene. Beroemde Griekse filosofen waren zonder enige twijfel Plato en Aristoteles. En zij staan dus niet voor niks centraal in Raphaëls fresco in het midden. Omdat deze twee figuren Aristoteles de grootste invloed op de ontwikkeling van de wetenschap heeft gehad, zullen wij ons verder op zijn ideeën richten. Nou, daarbij moet worden opgemerkt dat wij slechts aandacht zullen besteden aan een klein gebied van Aristoteles' filosofie. Het is belangrijk om in je achterhoofd een beetje te houden dat hij ook allerlei standaardwerken op het gebied van de esthetiek, de leer over het schone en ethiek, juist handelen, heeft geschreven. Want het boek dat hij hier bijvoorbeeld in zijn handen heeft, kijk maar eens goed, er staat ook Ethica. Wij zullen zich echt richten op zijn wereldbeeld. Nou, dat is een hele bekende. Wat is eigenlijk een wereldbeeld? Nou, antwoord 1 is een bepaalde kijk op de wereld. Daar zullen wij ons de komende weken op gaan richten. Maar waarom is dat zo belangrijk? Eerste antwoord op de vraag is dat het dus een bepaalde kijk is op de wereld. Een wereldbeeld is als het ware de bril waardoor je je omgeving waarneemt. En dat kan mooi geïllustreerd worden door het volgende plaatje, dat je hier ziet. Soms zie je een oude vrouw en soms zie je een jonge vrouw. Met wereldbeelden is dat net zo.
Het is goed zichtbaar hoe de verschijnselen in verschillende periodes worden verklaard. Ten tijde van Homerus zagen mensen in de bliksem nog de hand van God. Een paar honderd jaar later zagen Griekse filosofen hierin een natuurlijk verschijnsel, het botsen van wolken. En soms komen verschillende wereldbeelden ook naast elkaar in dezelfde tijd voor. Een voorbeeld uit het heden kan dit illustreren. Religieuze mensen zien in de levende natuur een voorbeeld van intelligent design. Maar evolutiebiologen die zien hierin het resultaat van natuurlijke selectie. Wanneer wereldbeelden niet met elkaar te verenigen zijn, ontstaan dus conflicten. En dat gebeurde ook toen Galileo met veel bravoure de theorie verdedigde dat de aarde rond de zon zou draaien. En daardoor kreeg hij een conflict met de kerk. En daar zullen we apart wat aandacht aan besteden. Nou, tweede antwoord. Het antwoord dat een wereldbeeld een bepaalde kijk op de wereld is, is wel een beetje vaag. Iets technischer en specifieker is de volgende definitie. Een wereldbeeld is een grensgebied waar natuurwetenschappelijke, filosofische en theologische vraagstukken samenkomen. Een wereldbeeld zegt iets over hoe de wereld in elkaar zit en geeft antwoord op fundamentele vragen zoals: welke bouwstenen is de wereld opgebouwd? Door welke krachten vinden er veranderingen in de wereld plaats? En is de wereld eindig of oneindig in ruimte en tijd? Bijvoorbeeld over die bouwstenen. Bestaat de wereld bijvoorbeeld uit water of uit vuur of uit vier verschillende elementen? Zijn er bepaalde ondeelbare deeltjes, zoals atomen, atomos, ondeelbaar? Of is elk deeltje weer oneindig op te splitsen, zoals we nu een beetje ontdekken? Goed, wat zijn de krachten waardoor er dingen veranderen? Is de natuur te vergelijken met een machine die eenmaal op gang is gezet, eeuwig door kan lopen? En zo ja, waardoor wordt deze beweging dan verklaard? Zijn dat krachten zoals bij Newton of botsingen tussen materiedeeltjes? Of bewegen objecten vanzelf naar hun natuurlijke plaats? En als de wereld niet uit zichzelf kan draaien, is er dan een god of zo die dan soms ingrijpt? Nou, is de wereld eindig of oneindig in ruimte en tijd? Als je ervan uitgaat dat elk verschijnsel door een bepaalde oorzaak veroorzaakt is, dan kun je oneindig doorgaan. Voor sommigen is deze conclusie echter een beetje onaanvaardbaar. En zij menen dat er een eerste beweger moet zijn geweest die alles in gang heeft gezet. Want ja, als alles oorzaak-gevolg is, wat is dan de oorzaak geweest? En religieuze mensen die wijzen dan al snel naar bijvoorbeeld God. Bijvoorbeeld dat die de oerknal heeft veroorzaakt. Het is allemaal maar net hoe je het allemaal wil bekijken. Dat zijn hele moeilijke vragen. Nou, waarom zijn er eigenlijk allerlei wereldbeelden? Nou, voordat we terugkeren naar Aristoteles wil ik nog even zeggen waarom dus die wereldbeelden belangrijk zijn. Nou, ze maken ons bewust van afstand tussen heden en verleden. Ze laten zien dat wetenschap niet geleidelijk vooruit gaat. Ze geven inzicht in hoe wetenschappelijke ideeën passen in een bredere maatschappelijke context. Ze verhelderen anders onbegrijpelijke aspecten van de wetenschap van vroeger, et cetera. Dus wereldbeelden, best belangrijk. Nou, we kijken even naar het wereldbeeld dan van Aristoteles. We hebben hem al zoveel genoemd, maar wat houdt het dan precies in? Nou, volgens Aristoteles is het universum volgens Aristoteles is het universum eindig. Dus er zit een einde aan. Er werd weliswaar geen poging ondernomen om de afstand tot de sterren te meten. Dus precies hoe ver weg ze in de verbeelding van Aristoteles stonden, ja, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. De oude Grieken dachten niet in kilometers, laat staan in lichtjaren. De afmetingen die in het universum volgens de moderne sterrenkunde die het nu heeft, ja, die waren voor hen gewoon onvoorstelbaar. Twee, in het wereldbeeld van Aristoteles staat de aarde in het midden. Oké, wereldbeeld noemt men wel geocentrisch, omdat de aarde in het centrum staat. Daaromheen draait de maan, de zon, de planeten en de sterren. Drie, aan de basis van zijn systeem staat een rigoureuze scheiding van de bovenmaanse wereld en het ondermaanse wereld.
Zie hier een beeld. Met bovenmaans wordt bedoeld de wereld van de maan en daarboven. En ondermaans is alles wat zich onder de maan afspeelt. Dus eigenlijk op aarde. En 4. Het grootste verschil tussen bovenmaans en ondermaans is dat de bovenmaanse wereld eeuwig is. En de ondermaanse wereld vergankelijk is. Dat klinkt op het eerste gezicht een beetje vreemd. Maar bij nader inzien is dat helemaal niet zo gek. Want wie een beetje om zich heen kijkt, ziet dat op de aarde niets voor eeuwig bestaat. Het is nu herfst en de bomen verliezen hun bladeren, alle mensen zijn sterfelijk. En wij weten dat zelfs continenten in de loop van miljoenen jaren langzaam uit elkaar groeien. Een mooi beeld van vriendschap. Daarentegen komt de zon dagelijks op en staan de sterren dagelijks aan de hemel te stralen. Het contrast is groot en wie er goed over nadenkt, raakt vanzelf in een poëtische stemming. Melancholieke dichters die beklagen zich dan ook steenvast over het ondermaanse. 5. Helemaal onveranderlijk is de bovenmaanse wereld echter niet, maar het komt er dichtbij in de buurt. De perfecte cirkelbeweging volgens Aristoteles, de meest volmaakte beweging, en symboliseert mooi de eeuwigheid. De sterren die het verst van de aarde afstaan, voldoen het best aan dit criterium. Bij hemellichamen die dichter bij de aarde staan, zijn echter allerlei onregelmatigheden waar te nemen. Aristoteles en zijn tijdgenoten wisten wel dat de zogenaamde planeten niet precies de baan van de sterren volgden. Hoe kon Aristoteles volhouden dat ook zij in een cirkel bewogen? Een oplossing was om aan de planeten 2 cirkelbewegingen toe te kennen. Zij volgden niet alleen de dagelijkse rotatie rond de sterren, maar ze hebben ook een eigen onafhankelijke cirkelbaan. En de beweging van de planeten was zo gezien een resultante van 2 eenparige cirkelbewegingen. En vanaf de aarde gezien zouden de planeten ten opzichte van de sterren dus een cirkelbaan moeten bewegen. En daar gaan we later even verder op in. 6e punt. De natuurlijke beweging op aarde is heel anders. Onder natuurlijke beweging verstond Aristoteles beweging die vanzelf gaat. Als een voetballer een penalty in een goal poeiert, dan volgt de bal niet zijn natuurlijke beweging. Maar als je een bal vanaf een bepaalde hoogte loslaat, dan valt hij vanzelf. En daar hoef je dus niets voor te doen. En dat komt volgens Aristoteles omdat objecten op het ondermaanse vanzelf naar hun natuurlijke plaats bewegen. Een 7e punt. De 4 elementen hebben elk hun natuurlijke plaats in de wereld. Vuur en lucht bewegen naar boven. Aarde en water vallen naar beneden. Een 8. Het zal tot slot geen verbazing zijn dat het 5e element, de zogenaamde quintessens, verschillende van aardse materie, doordat het eeuwig en onveranderlijk was. Dus het 5e element, quintessens. Goed, dat is even deel 1. Dat is een heel verhaal. Ik zal even voorlezen.